weer tijd voor kersen. En dat is toch wel een van de meest feestelijke fruitsoorten die er is, vind ik. Alleen al hoe ze eruit zien, het feit dat ze er maar heel kort zijn. Ik geniet er altijd enorm van. Meestal eet ik ze gewoon wel lekker uit de hand. Maar een van de mooiste gerechten die je met kersen kunt maken. Laat ik even die pit uit mijn mond halen. Is een clafoutis. Dat is een Franse taart, van dessert eigenlijk. Het is niet een taart, maar meer een zachte crème. En daarvoor ga ik deze kersen hier op deze, in deze quichevorm doen. Die heb ik even ingevet met boter. Die ga ik helemaal vol leggen met die kersen. En dan gaat er een soort beslag overheen. Als je dat bakt in de oven, krijg je een heerlijke zachte crème-achtige substantie met die kersen erdoor. Traditioneel laat je de pitten in de kersen zitten en dat is niet voor niks. Als je ze open snijdt om die pitten eruit te halen, dan gaan die kersen een beetje lekken. En dan wordt de clafoutis wordt te vochtig. Bovendien, op de een of andere manier heeft het wel wat om zo'n taart te eten en dan af en toe zo'n pitje uit je mond te plukken. Als je nou kinderen mee wilt laten eten, dan moet je of waarschuwen of als het hele kleine kinderen zijn, is het misschien wel handig om ze eruit te halen. Zo, dit is wel genoeg. Een pond kersen ongeveer heb je nodig. Dan ga ik hier in eieren kloppen. 4 eieren. En daar moet 100 gram suiker bij. Het wordt niet een hele zoete taart. Want dat is zonde van de zuren die in de kersen zitten. 100 gram. En die klop je een paar minuten tot het een hele dikke lichtgele vla is. Nou, die zijn mooi schuimig geworden en het volume is echt verdriedubbeld ongeveer. Dan gaat er bloem doorheen, 60 gram heb ik afgewogen. En dat haal ik even door een zeefje, zodat het zich wat makkelijker door het beslag mengt. Een klein snufje zout. Dat klop ik er ook door. Dat gaat heel snel. Dan gaat er 175 ml melk bij. Die voeg ik, terwijl die klopt, voeg ik hem toe. En 100 ml slagroom. Mag dat over de kersen heen? Het is eigenlijk een soort heel luchtig, eierrijk pannenkoekenbeslag. Gaan we nog een paar vlokjes boter op. Het is echt zo gebeurd, dit. Dan mag die in de oven, die heb ik voorverwarmd op 200 graden. En dan heeft hij een minuutje of iets tussen de 20 en de 30 minuten nodig. Heerlijk, ik heb alvast zin in. Kijk nou. De grootste eer die je een kers kunt bewijzen. Clafoutis. Ik ga er hier nog een klein beetje suiker op strooien. En dan is het lekkerst om hem, nou niet direct uit de oven, niet gloeiend heet te eten, maar wel warm nog. Dus ik laat hem even 10 minuten of zo staan. En dan gaan we hem aansnijden. NRC TV gaat ermee stoppen en daarom is dit helaas het allerlaatste filmpje van NRC Kookt. Maar gelukkig hebben we nog taart. Wie wil er een stuk? Ik! Oeh, even wat mis uit elkaar, het is nog een beetje warm. Dat geloof ik graag.